Het is een feit, jongens. De hele grote scheur die in de lucht zit, die wordt groter. Ik heb daarvoor in deze video bewijzen van dat die daadwerkelijk groot gaat worden. En we hebben een enorm goede theorie van iemand die een hele grote theorie heeft gemaakt. Die maakt dit vaker en die heeft een hele gedetailleerde theorie gemaakt die waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk klopt. Want hij is supergoed, super logisch ook. En we gaan het vandaag hebben dus over die theorie en we gaan het hebben over die scheur die groter wordt en mijn gedachten natuurlijk over wat er gaat gebeuren. Het wordt er misschien wat langere theorie video, misschien ook wat korter. Ik ga er gewoon eventjes doorheen. Ik kijk wel even hoe lang het duurt, maar het is sowieso super vet. En het is het waard om het even af te kijken. Want dan weet je in ieder geval precies wat er waarschijnlijk gaat gebeuren. En wat er is gebeurd. Want daar gaat er ook heel veel over. Het gaat heel erg over wat er is gebeurd. En de reden daarachter. Als jij de video nog niet hebt gezien van Matthijs over de portals. Dus de portal van Lonely Lodge. En de nieuwe portal bij de motel. Klik dan even op het i'tje. Die staat daar. Klik daar zeker even op. Ga die video eerst even kijken. Want dan snap je heel veel nieuwe dingen als je dat niet gezien hebt. Want we gaan hier een beetje vanuit dat je al weet dat dat gebeurd is. Oké, we gaan dus gewoon beginnen met de theorie. En dan ga ik daarna het bewijs leveren van dat die grote scheur in de lucht ook echt kapot gaat. Dat hij groter wordt. Sorry. Laten we doorgaan naar dus de theorie. Alles staat wel in het Engels, dus ik ga het eerst even in het Engels voorlezen en dan ga ik het live proberen te translaten. Moet niet heel moeilijk zijn, want hij heeft niet heel erg moeilijke woorden gebruikt ofzo. Laten we eens beginnen bij het begin. Hij zegt, the visitor came from a different time period. Dan zegt hij dus mee dat de visitor, dus de blockbuster skin, komt van een andere tijdperiode. Dit dachten wij al en hij zegt dus precies hetzelfde. Hij zegt, most likely the future. Dus waarschijnlijk komt de blockbuster uit de toekomst. Hij zegt ook, the Hoprocks were samples of what his technology is capable of accomplishing. Dus hij zegt dat die Hoprocks een gedeelte waren van de visitor. En dat de visitor die heeft gemaakt met zijn technologie of zo. Super vet. Verder zegt hij, Finitech was the one to export the Hoprocks in my theory. As they most likely tried to cover up for the alien's existence in the first place. Dus wat hij eigenlijk hiermee wil zeggen is dat Finitech, degene die dus met die auto's alles weg wilde halen, die wilde eigenlijk ervoor zorgen dat eigenlijk niemand erachter kwam dat Blockbuster en de aliens en alles erop eraan er was. Verder zegt hij, Omega Carbide, Valor, Venturian were all fake. Hij zegt verder daarna, zegt hij dat het allemaal gewoon te maken had met de film die ze aan het maken zijn. En eigenlijk niet echt heel veel te maken hebben met Omega. Dus eigenlijk kunnen we die theorie van ons een beetje wegschuiven als ik dit mag geloven. Wij vinden nog steeds wel dat Omega en Carbide wel daadwerkelijk iets te maken hebben met de Hoprocks en alles eromheen. Aangezien je dat kan zien in eigenlijk alle Lonely Screens die je kreeg tijdens de Blockbuster event. Dus ja, ik weet het niet helemaal wat ik moet geloven hier. Maar hij zegt in ieder geval dat Omega, Carbide en al die andere mensen eigenlijk niks te maken hebben met die scheuren in de lucht en met Carbide zelf. Zeggen nou Carbide, ik bedoel de Visitor natuurlijk, my bad. Toen de Visitor eenmaal met de meteoriet is geland, waarom die trouwens geland is met de meteoriet, weet nog steeds niemand. Misschien dat dit expres deed, ik weet het niet. Maar hij heeft dus besloten om naar huis te gaan. Dat zegt hij hier. Verder zegt hij, terwijl de film gemaakt werd, hebben ze dus een neppe raket gemaakt. En wat hij dus heeft gedaan, de Visitor, dus de Blockbuster skin, hij heeft de Hoprocks gebruikt om dus de raket van de neppe raket een echte raket te maken met behulp van Finitech. Dus degene die dus ervoor gezorgd heeft, die dus al die Hoprocks aan het verzamelen waren. Dit kan voor wat mij betreft heel erg kloppen. Het is super logisch, want ze hadden natuurlijk ook die loading screen. Ik zal de loading screen nu even in beeld doen, waar je dus kan zien dat hij bezig is met die raket. Dus het kan heel erg logisch zijn dat hij dus uiteindelijk die raket echt aan het programmeren was, terwijl het eigenlijk in de eerste instantie een neppe raket was voor de film. Wat heel erg logisch kan zijn. Oké, nu skipt hij een gedeelte. Hij gaat nu praten over de portals. Hij zegt, the portals you saw on the rocket's launch were tears on the fabric of space-time continuum. The visitor did several loops through the island to get enough speed to tear through many layers of the fabric, suggesting the idea
that may be from an incredible distant past/future. Dus wat hij hier mee zegt, is dat hij... Dus de visitor zat dus in de raket. Dat had, denk ik, iedereen al wel een beetje gedacht. En dat de visitor dus vervolgens keihard is gaan vliegen om te proberen door spacetime te komen. En daardoor ook dus dat hij een aantal keer is verdwenen en weer terug is gekomen. Gewoon puur om te genoeg snelheid te krijgen om uiteindelijk heel hoog de lucht in te gaan. En daar daadwerkelijk ook echt door spacetime heen te komen naar zijn naar waar hij vandaan komt. Waar hij echt precies vandaan komt weet natuurlijk niemand, maar hij komt ergens vandaan. Ik sta nu een heel klein stukje over, maar hij zegt hierna: "After all, it was probably his first time building a time machine on a movie prop." Dus wat hij zegt is, dit was waarschijnlijk de allereerste keer dat hij op een iets van een film is en niet echt is, dat hij daar voor het eerst ooit een raket ook echt daadwerkelijk van heeft gemaakt. En dat blijkt ook wel weer. Want zoals hij hier zegt: "Now you may be wondering, why did the final tear remain while the others quickly vanished?" Dus wat hij nu zegt, hij vraagt zich nu af waarom dus de cracks in spacetime, die bijvoorbeeld boven Tilted Towers waren, waarom die opeens zijn weggegaan en waarom diegene die nu in de lucht zit er nog wel is. Nou, hij zegt heel simpel, de visitor fucked up. Hij zegt dat de visitor het heeft verneukt. Gewoon puur ook omdat het zijn allereerste keer is dat hij dit doet, heeft hij gewoon een fout gemaakt. En dankzij die fout zie je nou een enorme scheur in spacetime. Dat is hetgene. En heel veel mensen wisten dit ook al, dachten het waarschijnlijk ook al. En ik dus ook, maar hij confirmt het hiermee. Oké, dan gaan we door. Ik sta een heel klein stukje over. Hij zegt nu: "So what can we expect within the following week." Hij zegt, wat kunnen we gaan verwachten in de volgende week of weken? Want waarschijnlijk gaat dit door in season 5. Want anders is de tijdbestek te kort, naar mijn opinie. En hij denkt dat waarschijnlijk ook. Hij zegt, "I think the crack will get even bigger and time will start leaking through it." Dus hij zegt dat de crack in de lucht groter zal worden en dat er tijdzones doorgaan lekken. En hier wil ik eventjes op inhaken. Dit kan volgens mij supergoed kloppen, want als je kijkt naar de leaks die we de laatste tijd hadden. Bijvoorbeeld de video die ik net heb geüpload. Echt een paar uur geleden. Daarin kan je ook zien dat er dus een hele oude auto geleakt is. Maar ook inderdaad het World War 2 gasmasker die we zagen. Maar ook die detectives uit de jaren, 80 of 60. Weet ik veel waar ze ook vandaan komen. Dat zien we dus steeds meer opkomen. En hij zegt dus, ik zal eventjes in het kort samenvatten wat erna komt. Hij zegt dus dat er grote kans is dat we dus dingen gaan zien zoals dingen uit de Ancient Greeks of piramidetijd of noem maar op. Hij zegt dat dat heel erg, dat die kans heel erg groot is dat dat gaat komen. Wat hij ook zegt is dat er niet alleen uit het verleden dingen gaan komen, maar ook dingen gaan komen die uit de toekomst komen. En dat hebben we nog niet zoveel van gezien, maar het zou kunnen dat we dat verder in seizoen 5 gaan zien. Dat dat gaat verschijnen, laat maar zeggen. Dat we eerst met wat meer uit het verleden gaan komen. Maar dit alles confirmt nogmaals wat wij al super lang, echt misschien al wel sinds aan het begin van season 4 hadden voorspeld, dat dit allemaal met history te maken heeft. Ik heb namelijk ook al een keer voorspeld dat bijvoorbeeld de schipper aan gaat komen en ook dat de piratentijdperk eraan gaat komen. Ik weet het allemaal niet. Het gaat in ieder geval super, maar dan ook echt super vet worden. Ik kan niet wachten. Volgens mij zegt hij verder niet heel erg veel bijzonders. Wat hij nog wel zegt, trouwens, wat ik nu even snel kan lezen, is overal waar je die floating particles ziet, dus eigenlijk die grote, die extra cracks die we al eerder hebben gevonden in een video, die we al eerder hebben besproken in een video, daar gaan op die locatie gaan dingen veranderen. Gaan dus dingen uit andere tijdperken gaan daarin komen. Dus wie weet dat straks in Lonely Lodge, waar dus op dit moment iets gaande is met een crack, waar inmiddels al een bord verdwenen is, dat daar iets gaat gebeuren met de toekomst of iets met het verleden. Ik denk persoonlijk dat eerst iets met het verleden gaat gebeuren en daarna iets met de toekomst. Dat is eigenlijk alles wat ik over de theorie kwijt wilde. Gaan we nu nog eventjes naar misschien wel het allervetste, het allerleukste gedeelte van deze video, waar jullie waarschijnlijk op aan het wachten waren. Het bewijs dat de crack daadwerkelijk groter wordt. Er is namelijk iemand op Reddit geweest die dit heeft uitgevierd. Het is namelijk Discount Pringles. Even shout-out naar jou, bro. Want hij heeft even screenshots genomen van de tijd nadat er iets is gebeurd met de raket. En dit is echt insane, jongens. Ik zal het plaatje nu in beeld doen. Zoals je hier ziet, zie je 3 varianten, 3 plekken wat er gebeurt. Dus ik zal nu weer even weghalen en dan gaan we weer even inzoomen op ze individueel. Het eerste plaatje is
laat maar zeggen, de strike van de raket 4 minuten nadat het gebeurd is. En dan zie je dat een gedeelte van zo'n scheur nog relatief klein is. Dan gaan we nu door naar 1,5 uur later. En daar zie je dat die al 2 keer zo lang is, die scheur. En dan gaan we door naar 1,5 dag later. En daar zie je dat die scheur echt een heel stuk groter is geworden. Dus dit betekent dat de theorie die we net hebben besproken wel eens heel erg goed waar kan zijn. Met dat er dus overal dat die scheuren allemaal nieuwe tijdzones in de map gaan brengen. Dat de map gaat veranderen. En ik vind het gewoon echt een super vette ontwikkeling. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Zet zeker even in de reacties jouw mening neer. Je mag ook gewoon zeggen, Dion, ik vind het bullshit. Maar zet er dan ook eventjes bij waarom je het bullshit vindt en wat jij dus denkt. Wat er gaat gebeuren in Fortnite. Dus in Season 5. Ik ben in ieder geval super hyped. Zijn jullie ook hyped? Drop dan zeker even die like. Abonneer op de video. Vraag met het belletje aan. We zijn altijd een van de eerste van Nederland met dit soort informatie. Klik op de video's hieronder. En ik zou zeggen, tot de volgende video. Peace out.